After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? His mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over here next. Aw, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Welkom bij een nieuwe serie op dit kanaaltje. Namelijk GTA San Andreas. Ik heb een tijdje lang... Ik geloof dat het 3 jaar geduurd heeft. GTA 5 gespeeld. Jammer genoeg is GTA 6 nog steeds niet uit. En we moeten toch iets doen om al die bittere wachttijd te vullen. Nu is er wel een website waar je GTA 6 kan bestellen. Een paar YouTubers hebben reclame gemaakt voor een website die verkoopt PlayStation 5. Ja, pre-orders. Ik zat nog te twijfelen om daar een video over te maken. Want ja, ik vond het toch een beetje raar dat je een game verkoopt die... nog niet eens is aangekondigd. Ze verkopen ook de nieuwe FIFA. Maar ja, die komt er sowieso wel binnenkort. De nieuwe GTA 5 ook, hoor. Daar niet van. Uiteindelijk heb ik er te weinig over te zeggen om het relevant te maken. Maar GTA 6 is er nog niet. In de tussentijd gaan we genieten van deze topgame. Een beetje retro combineren met hopelijk wat leuke verhalen, feitjes en andere gezelligheid. Ik weet niet of dit net zo succesvol zal worden als GTA 5. Maar... je moet toch wat. Het viel me trouwens zojuist voor het eerst in mijn leven op dat die politieagent is ingesproken door Samuel L. Jackson. Ik heb recentelijk heel vaak Pulp Fiction gekeken. Topfilm. Oh, een stem in zijn hoofd. Altijd leuk. De skeerste stoel in de wereld. Het is een ladder, toch? Helemaal kut. Oh. Arme Carl. You picked the wrong house, fool! Hey! Big Smoke! It's me, Carl! It's Big chill, Smoke! Chill. The koning. CJ. Oh, my dog! What's up? Hey, baby.
You okay, man? Nah, man. Het zou fucking vet zijn als iemand een texture pack kan maken waar QC Big Smoke is. Alvast bedankt. Ik moet je wel zeggen, ik heb deze game nog nooit uitgespeeld. Ik heb het ooit een serie gedaan op YouTube, die is na 3 afleveringen gesneuveld ofzo. Ik heb deze game nog nooit uitgespeeld, dit wordt een avontuur. Make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Zo lage kwaliteit in die foto. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. Sikke wagen wel. Ik heb het nog niet gezien, maar blijkbaar, dames en heren, heb ik het gemaakt op YouTube. Ik zit alweer in King Alert. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik zit in King Alert met mijn nieuwe auto. Boom, boom. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Ryan's. Hop. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right. Disrespect you. And he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Here we go again. This is real fucked up. Everything. What you mean? Ik heb het hele intro van deze video ook zo raar gedaan, puur zodat ik kon beginnen met oh shit, here we go again, de matige meme. Tony buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Kan toch niet. Ik heb geen idee of de filmpjes van deze game de moeite waard zijn om niet volledig doorheen te praten. Ik moet nog een klein beetje uitvogelen hoe ik deze video's in elkaar wil proppen. Laten we eerst even kijken of ik de eerste paar missies in ieder geval overleef. Maar natuurlijk. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. It's too crazy. Oké, okay, we gaan lekker fietsen. Het zou vet zijn. Ik zou echt een GTA game in Amsterdam. Zou zo fucking hard zijn. Maar dat je ook gewoon voornamelijk verplaatst met het openbaar vervoer. En met de fiets. Zou ik heel tof vinden. Het eerste waar ik vandaag even over wil praten. Is een feitje wat ik de vorige keer niet echt verteld heb. Oh, en trouwens, ik ben veel beter in de game. Ik kan nu echt zieke wheelies spoelen. Je kan ook nog bunny hoppen, geloof ik. Huh? Dit zijn echt dingen die ik zelf niet kan met de fiets. Maar oké, okay, sure. In deze game gaat het soort van lukken. Oh, 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 ho, 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 ho. Hé, ze kunnen je niet neerschieten. Als je op de auto staat van de gasten. Die hier proberen neer te schieten, maar ik wil de missie eigenlijk wel levend uitkomen. Dus een klein beetje vlam in de pijpen is niet verkeerd. Het eerste wat ik wilde vertellen is een feitje wat ik in de vorige video niet verteld heb. En niemand heeft me eraan herinnerd. Niemand zei van, hé, waar is het feitje? Ik begon letterlijk het eerste wat ik zei. Zo'n beetje was, hé, ik ga het vandaag hebben over de vraag, ben je wel eens onthoofd? En die vraag is vervolgens niet teruggekomen. Nou, er was dus ooit een poll geweest onder Amerikanen met de vraag, ben je wel eens onthoofd? En 4% van de ondervraagden zei ja. En dat is eigenlijk weer iets wat ik eerder ook wel in video's besproken heb. The Lizard Man Constant. Als je een vraag stelt, heb je gewoon altijd een percentage van mensen die zo geen zin hebben in je tyfus-enquête, dat ze bewust antwoorden gaan invullen die nergens op slaan. En dat is dus de 4% van de mensen die wel eens een keertje, toevallig misschien, onthoofd zijn. Ik kreeg dus ooit van Google een vraag over diepzeeknikkeren. Nee, onderwatervoetbal was het. Ik kreeg van Google de vraag, heb je wel eens onder water gevoetbald? En dat is dus meer een soort check, omdat heel veel mensen vullen van die enquêtes in voor Google. Dan krijg je geloof ik Google Play te goed. Heel veel mensen die rammen gewoon op die knoppen. Omdat ze gewoon, ja, dan kun je sneller enquêtes invullen. Dat is een probleem met enquêtes voor geld. Je wil niet lang nadenken over een vraag. Boeit jou het of de enquête, zeg maar, nuttige informatie krijgt? Jij wil Google Play punten. Dus eigenlijk wil je af en toe een vraag stellen waar maar één goed antwoord op is. En als mensen dan zeggen, ja, ik heb wel eens onder water gevoetbald. Dan kun je gewoon alle antwoorden van die persoon de prullenbak inflikkeren. Nu we het toch hebben over onthoofden. Ik heb toevallig vandaag ook gelezen over de allereerste keer dat een guillotine gebruikt is. Vroeger, executies was echt een feest. Iedereen ging naar het plein kijken hoe iemand vermoord werd. Het probleem met de guillotine was,
Het ging veel te snel. Iedereen was helemaal klaar voor. Oké, nieuwe moordmachine. Nieuwe. Ik ga echt dood ieder moment trouwens. Nieuwe moordmachine. En ze leggen die gas neer. Mes naar beneden. Tak. Oh, was dat het? Zeg maar iemand uit elkaar trekken met vier paarden of zo. Dat is een show. Een guillotine is gewoon tak dood. Dus heel veel mensen vonden het echt een hele grote anticlimax. So the niggas who's gangster. Why the nigga? Wel erg veel N-woord. Geen Ron Jans approved game dit. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. Colors? Zeg maar de gang kleren natuurlijk. Wij zijn, ik geloof, de groene gasten. Aangezien iedereen groene kleren draagt, behalve ik met mijn fucking witte t-shirt. Wel fijn om meteen een huis hebben. Je zou zeggen, waarom is het belangrijk voor de verhaallijn dat je moeder dood is? Je hebt een gratis huis. Gefeliciteerd. Ja, je komt in één keer van ver weg in één keer hierheen met het vliegveld. Ja, waar ga ik wonen dan? Hey, gefeliciteerd gast, je moeder is dood. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Goede nieuws is gratis huis. Slechte nieuws is je moeder. Ja, balen. Ga meteen even lekker dat huis in. Dan krijgen we geloof ik een kleine tutorial over hoe je de game moet opslaan. Ook niet volledig onbelangrijk. Ik heb trouwens vandaag nog iets redelijk lijps geleerd. Namelijk dat Colgate, je weet wel, die gasten van de tandpasta. Die hebben een tijdje geprobeerd ook hun geld te verdienen met andere producten. Waaronder magnetron maaltijden. Zeg maar, dat voelt gewoon niet goed. Er zijn best wel veel bedrijven die doen andere dingen. Net zoals dat de Mars Company van Snoop, die maken ook hondenvoer. Ik wil best mijn hond, alhoewel honden gaan wel dood van chocola, maar ik wil best mijn hond hondenvoer geven wat van een chocoladefabrikant komt. Maar eten van een tandpastafabrikant, dat voelt toch gewoon een klein beetje kut. Ik wil geen tandpasta in mijn magnetronmaaltijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Het kan nog erger. Er was een tijdje een product, dat was friet met chocoladesmaak. See you in my home. So with you. Will Ryder is misschien een dikke toeter aan het klappen, maar niemand wil dit, toch? No, huh? Oh, for sure, man. Ik heb wat vaak met bier. Dan heb je bier, chocola, bier, koffie. Denk, oh, wat een goed idee. Waarom heb ik dit niet eerder gehad? En dan proef je het. Het is gewoon altijd goor. Omdat het is gewoon een kut idee. I'm always damn. Let's go, bitch. De karakters zien er soms zo lelijk uit. Dat maakt de game echt helemaal voor mij. Gewoon de lelijkheid van de karakters maakt het meteen echt een veel betere ervaring. We gaan naar de kapper. In dit soort games kan je vaak dingen doen die je in het echte leven niet zo snel doet. Seks hebben met een hoer en er dan een mes door de hart boren. Wel dat soort dingen. En net zoals dat, ja, in het echte leven kan je niet de kapper. In GTA San Andreas kan dat gewoon. Hoe ziek is die? Ik had verder nog wel een leuk productje trouwens, wat ooit gemaakt is, wat geen succes was. Heb je wel eens afgevraagd? Oh, ik ben nog niet dicht genoeg bij de kapper. Heb je wel eens afgevraagd waarom er wel zoetstoffen zijn? Zoetstoffen zijn in principe, het smaakt een beetje als suiker, maar er zitten geen calorieën in. Zoals zoetjes voor je koffie en zo. Dat is best wel handig, maar waarom bestaat dat niet voor vet? Ze hebben dit dus ooit geprobeerd. Vetstoffen, dingen die smaken als vet. Nou is vet niet echt een smaak. Meestal dingen die vet zijn, zijn ook heel zout. Denk aan een lekkere portie patat of een zak chips. Meestal zijn vette dingen ook zout. Vet is ook een soort olieachtig gevoel in je mond. Er zijn best wel wat dingen aan de hand bij vettigheid. Laten we eerst even een vet kapsel uitkiezen. Voor mij wil je uiteindelijk gewoon de Afro natuurlijk. De Afro is 150, zullen we die gewoon lekker doen? En dan kunnen we even checken, tuurlijk. Hij plakt er ook gewoon wat haar op, dit is top. Oké, ik ben nog niet helemaal eens met de afro. We kunnen ook gaan voor de afro en goatee. Oh, daar hebben we net aan geld voor. Nou, dit voel ik wel. Dit voel ik wel. Al het geld in één keer op. Je hebt een deal, schat. Ze hebben in ieder geval ooit chips gemaakt met een stof erin die dus precies dat doet. Een stof die smaakt naar vet, het mondgevoel geeft van vet, maar het is geen vet. Het was een tijdje soort van succesvol. Je had allemaal light chips. Het ding was, je kreeg er extreme diarree maagklachten van. Oh, we still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean as shit.
Over vetvrije shit gesproken. You look too skinny, CJ. You look too skinny. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Hij rookt even die toeter op. Wij gaan even lekker wat eten halen. Als het goed is, heb je in deze game dus echt een daadwerkelijk gewicht. Als je veel eet, en dan kom je aan. En je kan het dus zo doen. When you eat too much, you become fat. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb niet heel veel ervaring met deze klassieke game. Misschien is het leuk om zo meteen gewoon even op te slaan. En ons dan gewoon helemaal vol te staan. We verdienen wat geld met missies. Ik had trouwens de facecam linksboven moeten zetten beneden het menu. Wacht, ik ga dit fixen. Dat is beter. Misschien moet ik eerst eventjes heel veel geld verdienen. Ik weet niet wat een maaltijd kost hier in GTA. Oh, $2. En dit is dus wel het idee waarom dik zijn zo makkelijk is. Ongezond eten is ook vaak zo goedkoop. En dat is ook gewoon een probleem met vet. Vet eten is gewoon lekker. Zout en vet is fucking chill. Voor mij is het idee dat vroeger, evolutionair, gingen heel veel mensen dood aan de honger. Dus als je iets vindt met vet, dat is een goede opslag van energie. Daar wil je veel van naar binnen werken. Want ja, in de tijd van de hobbewoners, ik heb even 10 van die maaltijden naar binnen gegooid. Huh? Hij gaat kotsen? Is dat een soort van Easter egg ding als je meteen vol stout? This is a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight buster. Dit is de meest gefaalde overval ooit. Shit, run. Great, maar dan ook echt een great succes. Verder, ik wilde eigenlijk beginnen met dit feitje. Auw. Niet helemaal gelukt. Het is een leuk feitje om mee te beginnen, want het feitje gaat namelijk over het einde. Heb je wel eens gehoord van ZZIZX? Zix, spreek je het denk ik uit. Het is een plaatsje in California. Dit plaatsje heeft zijn naam gekregen, zodat het de laatste plaats is. Als je een boek maakt met daarin alle steden van de wereld, dan is het de allerlaatste. Want het begint met een dubbel Z, alfabetische volgorde en zo. Er is ook een zonnebloem. Met exact dezelfde naam, ook hetzelfde idee. Er was een man verslag aan het schrijven over een heleboel zonnebloemen en opeens vond hij er nog één. En ze moesten op volgorde van naam, maar het was in 1990, ik weet niet hoe computers toen waren, maar hij kon blijkbaar niet eventjes hem in het midden prikken. Dus hij dacht, oh kut, hij moet op het einde, maar ze staan op alfabetische volgorde. Dus hij dacht, weet je wat? Ik verzin de naam zo, dat hij sowieso... Oh kut, ik doe dit de hele tijd, denk ik, loop het laatste stukje wel, nee. Drive to Riders Home. Nee, sorry. Het is ook wel een beetje raar om de auto midden in de straat te laten staan. Alhoewel, we hebben net wel een restaurant. Restaurant overvallen. Er zijn nog azo'ere dingen die je kan doen met je leven, zeg maar. Gekke Ryder toch. Mission passed. Respect. Oké, nou, we kunnen gewoon meteen even lekker door naar de volgende missie. 3 missies in 1 video. Dit is hard. We kunnen even gauw deze vrouw slaan. Marcus de Queensberry rules. Oh, wat kan. Voor de demonetization. Nee, we moeten niet te veel geld binnenkrijgen. Dat zou ook gewoon jammer zijn. Kijk eens aan. Pak weer even gouden geld op. Oh, kut. Misschien kan ik de missie nu niet starten. Dat zou wel een dingetje kunnen zijn. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Ruzie. Harris. Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Gast, ik stond echt net voor je huis. Ik wilde echt net je missie gaan doen. Gezellig. We moeten waarschijnlijk eventjes een tang up turf. Ja, we gaan wat van die graffiti zetten. Look who's here, it's running man. What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. CJ is wel echt dun, zie ik nu. Hij is wel echt skinny. We moeten echt nog wel een paar pizzaatjes in zonder ze uit te kotsen. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Ik wil echt wel een beetje deze game gaan 100% ook. Door de hele game heen zie je dus graffiti in het roze. Dat is dan van de andere gang. Die wel de betere gangkleuren hebben. Beetje roze paarsig. Misschien draagt ze zelfs een beetje geel. En dan moet je dan overheen spuiten met jouw tag. En er zijn dan 100 in de game. Ja, ziet ze maar eens allemaal te vinden. Ze liggen vast de helft van de tijd op iets wat rare plekken. Het lijkt me best leuk om even te kijken hoe ver ik kan komen in deze game. Alhoewel, dit zijn erg heftige beloften voor de eerste aflevering. Voorheen, toen ik deze game op YouTube speelde, was ik heel voorzichtig met de muziek. Ik heb nu zoiets van, fuck it, weet je.
Ik dacht toen de tijd nog, je kan een copyright strike krijgen voor muziek. Het ergste wat kan gebeuren is geen inkomsten op de video. En zelfs dan, ik neem mijn video's nu zo op dat ik het geluid van de game uit kan zetten en mijn stem niet. Kan ik er zelfs, als ik echt zou willen. Waarschijnlijk boeit het me niks. Wil ik de video gewoon online hebben? Hij is toch wel te laat. Nee, nou, steek dat tientje advertentiegeld lekker in je reet. Boeien. Ik wil gewoon dat de video online staat, weet je wel. Maar als ik echt wil, kan ik er zelf nog een nummer onder plakken. Als het in één keer totaal niet past, de muziek. Als je in één keer het gangsterleven van Rick van Serpent gameplay hoort. Op de achtergrond. Dan weet je gewoon wat er gebeurd is. Keiharde copyright. Ben ik nou een hele grote sukkel dat ik die tags niet kan vinden? Oh, hier zit er eentje. Is er wel iemand bij die mogelijk boos wordt? Tag spray 2 out of 100. Nou, we zijn nog eventjes bezig. Die gasse arm. Dat is nieuw armenwerken, gozer. Maar is goed, is goed, is goed. Ik heb nog een klein leuk feitje over vaccinaties. Altijd leuk voor alle Facebookmoeders die mijn video's kijken. Het gaat namelijk om de allereerste vaccinatie ooit. Ik sta echt naast die gang. Moeten ze niet boos worden of zo? fuck! Ik verlies in één keer heel veel health. Heel veel health. De allereerste vaccinatie. Je had iets genaamd pokken. Dat is niet vergelijkbaar met waterpokken, maar ja, het woord pokken is wel terugkomend. Je kreeg allemaal, ja, bulten op je lichaam. En ze kwamen erachter, als je die bulten krapte, gewoon kapot maakte, liet uitdrogen tot een soort schilfers en die verzamelde. Als je iemand anders een klein beetje van die schilfers liet snuiven, dan werden ze mild ziek met pokken en vervolgens waren ze immuun. Dit gebeurde in 1700. Ik heb geen idee hoe ze dit ontdekten. Maar de kans dat je doodging van pokken snuiven, van die schilfers, was 3% of zo. En als je de pok kreeg, dan was de kans dat je doodging echt een goede meer dan 40%. Dus voor heel veel mensen was pokken snuiven best wel een goed idee. Ja, ik weet dat ik verder moet met de missie, maar ik zag deze staan. Hé, zo'n kans laat je niet liggen natuurlijk. Het probleem is wel dat op een gegeven moment waarschijnlijk die spuitbus leeg gaat. Dan moet ik helemaal andere... Ho, ho, ik heb een hoer doodgereden. It be like that sometimes. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Oh, ik moet deze doen van de game. Nee, is goed, is goed. Ik weet niet wat voor kwaliteit verf dit is, maar... Ik had beter verwacht, ik had beter verwacht. Oh, de politie. Of ze even niet in me willen schieten, aangezien, ja... het hele gebeuren waar ik zeg maar bijna geen health heb. Er moet even een hamburgertje in. Nou, we rijden gewoon lekker door. Proberen de politie niet aan te rijden, want dan krijgen we nog meer sterren... nog meer sterrenpolitie achter ons aan. Ah, kijk. Mijn strategie voor deze gasten is die gewoon doodrijden met de auto. Lekker muziekje erbij ook. Hoppa, dat is moord. Oh, ze leven allebei nog. Kut, 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 kut. Wacht even jongens, ben even aan het spuiten. Wacht even, ben even aan het spuiten. Gast. Kutzooi, oké. Yeah, ik ben een gamer. Fuck. Ik ga wel even de missie spelen tot dat punt en dan ben ik zo weer bij terug. Oké, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Het is natuurlijk vooral die cutscene die haalt alle snelheid uit je auto. Je kan beter mensen doodrijden met een hogere snelheid. Let's go. Zijn ze dood? Dan moet ik er nog een paar keer overheen balzen. Oh, een politieagent. Ah, dat kan wel. Dit gaat allemaal als gepland. Misschien droppen ze nog iets van een wapen. Dat zou nog best nuttig zijn. Anders dan kan ik gewoon even lekker mijn werk doen, joh. Hey! Dit gezeik had ik net ook. Rot op. Rot op. Ik klim over dit hek. Ik ben er klaar mee. Verder, ik heb vandaag me ingeschreven voor de lerarenopleiding. Ja, ik ben nog steeds niet afgestudeerd. Ik wacht nog op mijn cijfer. Of dat een voldoende is. Diplomaatje aanvragen. Hele pretpakket. Maar eigenlijk had je tot gisteren om je in te schrijven tot je vervolgopleiding. Als je nu denkt, hey, kut. Heb ik niet gedaan. Goed nieuws, je hebt nog tot juni. Vanwege de coronacrisis zijn de deadlines verlengd. Dus ik had daar heel veel geluk mee. En jij mogelijk ook. Ik had al een klein beetje wat opgezocht over een paar van mijn collega's. Ik weet ook al op welke school ik ga werken. Alhoewel ik daar liever niet te erg op YouTube over praat. Omdat ik een paar stalkertjes heb die het heel leuk vinden om iedereen die in mijn leven is lastig te vallen. Met de dingen die ik doe. Waarvan ik ze zelf heel bewust doe van ja, ja, Rick doet dit op zijn streams. Ik denk, ik weet het. Maar waarom moet je dit aan iedereen om me heen vertellen die het ook niks boeit?
Dus ja, ik ga daar een klein beetje geheimzinnig over doen. Maar ik zat een van de leraren op te zoeken. En die hield een blog bij. Wat namelijk een ding is, op de lerarenopleiding ga ik dit zelf ook doen. Je gaat een aantal kleine experimentjes doen. Gewoon een beetje proberen jouw manier van lesgeven te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, je hebt één irritant druk kind in je klas, zo'n Rick. Zo was ik ook sowieso. Ik ga een keer een les proberen hem heel veel aandacht te geven. En misschien wordt het dan beter. Wordt hij dan rustiger? Of misschien moet ik hem juist compleet negeren. Je gaat een beetje van tevoren bedenken. Oké, hoe ga ik vandaag de les doen op een andere manier? En dan ga je kijken of dat zijn vruchten afwerpt. Ik vind dat best wel interessant. En leraar die had iets heel cools gedaan. Hij had een leerling gecoacht in 5 VBO om eindexamen te doen. Vond ik fucking vet. Die was gewoon heel goed in zijn vak. Hij had zoiets van, ja, weet je, ik ga jou gewoon coachen. Ik ga jou gewoon heel veel huiswerk geven. Want ja, hij vindt het gewoon saai. Hij snapt de stof gewoon te snel. Dan kan jij gewoon in 5 VBO al eindexamen doen. Hoef je heel het zesde jaar niet naar school toe. En dat doet hij ook met toetsen. Zeg maar, normaal gesproken heb je 7 weken les en dan een toets. Maar wat nou als je gewoon wat snel die stof oppikt en alleen maar irritant gaat doen in de les. Dat je dan na 4 weken de toets al kan doen. En dan hoef je de 3 weken daarna niet meer te komen. Dat soort dingen vind ik echt super interessant. Lijkt me echt heel tof als leraar om ook te werken aan dat soort dingen. Hoe kun je lesgeven interessanter maken voor mensen die misschien net iets sneller die stof opnemen? Hoe? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. The bitch. Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Krijg een missie van de politie? Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Fuck the police. Oh, ik sta wel echt naast de volgende missie. Ik hou het hierbij voor de eerste aflevering. Ik hoop. Ik zeg al een aantal keer dat ik hoop dagelijks te gaan uploaden. Het schiet nog niet heel erg op, moet ik zeggen. Ik ben wel dagelijks aan het streamen op Twitch. Kom even kijken. Waarschijnlijk ben ik op dit moment live King Alert aan het kijken of iets in die hoek. Hey, heel erg bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je een klein beetje enthousiast bent voor deze serie. Dan zijn er in ieder geval 2 mensen enthousiast. En dan zie ik je hopelijk gewoon ergens volgende week. Gewoon volgende week al. Met de volgende aflevering van GTA San Andreas. Tot dan. Doei!